Als booteigenaar wil je veilig kunnen varen. Daarom gaan wij vandaag hier in Zeewolde bij mensen, als ze het goed vinden, aan boord om te kijken of we wat aanbevelingen kunnen doen ten aanzien van de veiligheid van het schip. Mag ik even bij u aan boord kijken? Ja, dat is goed. Ja? Ja. Leuk. Welkom. Dankjewel. Ik stel me even voor eerst. Ik ben Steven. Ja. Dus een mannenboot, zei je, Bouke, hè? Ja, het is echt een mannenboot. En wat betekent dat dan voor jou, een mannenboot? Zeg maar, ik ben 4-5 maanden per jaar ben ik weg. Ja. Ja, en ik ben geen poetser, maar ik onderhoud wel. Ja, dat kun je zien, want het schip is mooi geschilderd of gespoten aan de buitenkant. Nee, geschilderd. En dat heb je dat zelf gedaan dan? Nee. Een jachtschilder nee. Laten doen? Ja. Dat was een aantal jaren terug, toen had ik in één jaar twee zware operaties. Maar het stond op de planning, allemaal door laten gaan. Want ik had toen de energie niet meer om dat te doen. Nee. Terwijl ik het heel aardig kan. Ja, dat zal. Je hebt het jarenlang zelf gedaan waarschijnlijk. Ja, alles. Ja. Nou ja, dat moet ook wel met zo'n boot, hè? Als je alles moet uitbesteden. Kijk, weet je wat het ook is? Van, op een gegeven moment dan wil je ook dat het verzorgd is. Nee, dat vind ik ook. Ja, van, dat het er netjes uitziet. Nou ja, en niet alleen dat, maar als je het hebt ook over, het heeft ook met veiligheid te maken, hè, dat je je boot goed verzorgt. Hè? Dus je gasslangetjes en de kachel goed installeren. Ja, dat is een stukje verantwoordelijkheid. Ja, nou, dat is de spijker op zijn kop. Maar bij mij wordt het ieder jaar gecontroleerd. Ja, ja, ja. Gasslangen, dingen. Ja, heel goed. Zeg maar de brandblussers. Ja, ja, heel goed. Dat soort dingen. Ik begin voorin en dan loop ik er eventjes doorheen en als ik wat dingetjes heb en dan bespreken we dat straks met z'n allen. Ja, is goed. Even na. Ja. Ja. Je ziet hier dus twee standpijpen met afsluiters erbovenop. En standpijpen die worden gebruikt om het water af te voeren. Standpijpen zijn dingen die je eigenlijk per definitie zou moeten willen vervangen voor kogelkranen met afsluiters. Want standpijpen die roesten van binnenuit. Ze zijn ook heel moeilijk te behandelen van binnenuit. En zomaar ineens zijn ze lek. Dat is iets wat echt voorkomt. En eigenlijk bij alle aankoopkeuringen die wij doen, adviseren we bij de wat oudere schepen. Bij nieuwe schepen zitten ze er al niet meer in. Om de standpijpen per definitie allemaal te vervangen voor kogelkranen met afsluiters. Om een spontane lekkage te voorkomen. Nou, je houdt dit wel allemaal netjes bij, zie ik, hè? Ja. De schroefwas is netjes gesmeerd, alles. Nieuwe uitlaatpijpen, nieuwe uitlaatslangen bedoel ik. Ja. Nieuwe demper. Waterslot. Mercedes is het, hè? Ja. Mooi dat die is 50 jaar oud. Ja, mooi man. Nieuwe olievuldop, netjes bijgehouden. Die is één keer gereviseerd. Die motor? Ja, maar dat is ook de moeite waard bij deze motoren, joh. Dat is echt mooi spul. Zal ik die koelvloeistof eens even doormeten? Is redelijk vers ook, denk ik, die vloeistof. Ja. Dat ziet er allemaal hartstikke goed uit, joh. Dat doe ik ook altijd in overleg. Dus de ideaal vervangen. Oh ja, dat hoeft op zich niet, nee, hoor. Nee, maar... Het kan geen kwaad. Want waar we ons een beetje op willen focussen, Bouke, is het onderwerp standpijpen bij dit schip. En daar heb je er nog twee van in het toilet. En ook hier eentje op het waterfilter, zie ik. Ja. De wierpot, hier zie je dat die bovenop een standpijp zit. Nou, dat kom je ook veel tegen. Want hoe oud is de romp? 40 jaar. 40 jaar, ja precies. Dus hoe lang zit die standpijp er dan nu in? Ik denk een jaar of 15. Ja. Er komt voor bij pleziervaartuigen met oude standpijpen. Ik had het laatst nog. Toen schoof ik een steelpannetje terug in een kastje. Raakte de standpijp aan. Pats. En hij sprong. Ja. Nou, dat gebeurt natuurlijk als zo'n ding 40 jaar oud is. Wij zitten met een ploeg. En de ene die is goed in elektriciteit. Ja. En de andere die is goed met motoren. Ja. En is dat een vriendengroep? Ja, eigenlijk wel. Dus jullie hebben een hele groep van mensen en mensen die één heeft verstand van motoren, die komt bij jou en jij gaat weer het houtwerk bij een ander doen en zo houden jullie elkaar allemaal een beetje drijvende eigenlijk, hè? Ja, gewoon helpen. Ja, maar gewoon dan helpen. Proberen zo min mogelijk geld uit te geven met een maximaal resultaat. Ja, vaar je veel met het schip? Ja, maar goed, van als je 77 bent en je gaat door de sluis en de dingen allemaal. Gewoon rustig aan. Ja joh, absoluut. Je tijd nemen. En dat heb ik van een oude vriend weer geleerd. Van no speed is no damage. Ja, zo is het. Mijn vader die werkte bij de omroep en had je daar een decorafdeling. Ja.
multiplex. Dat is de vloer van Tete Braak. Oh ja? Echt? Dat is mooi, hè? Ja? Hoe heette die show ook alweer? Ja, dat weet ik niet meer. Jullie hebben een beetje dezelfde snor ook. Nee. Ben je daar nog geïnspireerd? Nee. Grapje. Nee, dat had ik al vanuit mijn dienstlijn. Gooi ik hem weer dicht. Is goed. Ik vond het heel leuk om bij jou aan boord te mogen kijken, Bouk. Nou, jullie waren van harte welkom. Ja, dat hebben we gemerkt. Ja. En complimenten. Een mooi schip. Goed doordacht. Veel aandacht aan besteed. Ja. En ik was heel positief verrast. Dus blij om dat te zien. We gaan het hebben over het elektriciteitssysteem aan boord. Aan boord maak je gebruik van accu's. Dat werkt anders dan thuis. Daar steek je de stekker in het stopcontact. Maar aan boord van een schip moet je goed afweging maken. Welke apparatuur wil ik gebruiken en hoeveel accucapaciteit heb ik daarvoor nodig? Ik heb vandaag afgesproken met Henk Jans. En Henk die gaat ons vertellen wat de gevolgen kunnen zijn van verkeerd gebruik van de accu's. Wat kan er gebeuren als je het elektrische systeem niet goed gebruikt? Het grootste probleem bij een elektrisch systeem aan boord is dat het vaak natte accu's zijn die doorgeladen kunnen worden. En zeker bij ondercapaciteit dat dan die accu's toch behoorlijk belast worden. En bij dat belasten kunnen er gassen vrijkomen, niet alleen knalgas, dat is eigenlijk wel bij de meesten bekend, maar ook zwavelwaterstof. Dat is ook een gas, alleen dat heeft als risico dat als die concentratie in een ruimte heel snel oploopt, dat het dodelijk kan zijn. Henk, zo'n gas wat ontstaat, hoe merk je dat? Nou, bij zware waterstof merk je het vooral aan de geur. Die geur, dat is eigenlijk de geur van rotte eieren. Dat is echt zo penetrant en eigenlijk aanstootgevend dat je gaat vluchten. Dat is ook eigenlijk de beste actie. Blijf niet aanwezig, ga niet op onderzoek uit van waar het vandaan komt, maar ga naar buiten toe. En zet in ieder geval de ramen en deuren open, als dat mogelijk is aan boord. En neem contact op met de hulpdiensten. Met name de brandweer is in staat om met specifieke meetapparatuur ook in beeld te brengen wat de concentratie zou kunnen zijn in die ruimte. Dat gas wat ontstaat, stijgt dat op of daalt dat? Nou ja, in ieder geval het zware waterstof heeft als kenmerk dat het in ieder geval zwaarder als lucht is. Dus in de ruimte waar zeg maar de accu's doorgeladen worden en waar dat gas ontstaat, blijft in feite die zware waterstof hangen. Dat betekent dus in feite ook dat daar de hoogste concentratie is. En dat betekent in feite voor degenen die dan in die ruimte zouden komen waar dan die concentratie zo hoog is, dat ze een risico lopen. En dat ze bij 1 of 2 ademteugen eigenlijk al zouden kunnen overlijden. De eigenschap van zware waterstof is ook dat het de reukzenuw eigenlijk verlamt. En bij hele hoge concentratie kun je het eigenlijk ook helemaal niet meer ruiken. En dat is eigenlijk het grootste gevaar. Van rotte eieren ga je naar een situatie dat je het niet meer ruikt, maar dan zit je eigenlijk ook in de meest gevaarlijke situatie dat je dan nog bij een paar ademteugen, dan raak je buiten bewustzijn en overlijd je binnen enkele seconden. Henk, heb jij nog tips om problemen met accu's te voorkomen? En het eerste is, zorg voor tijdig onderhoud van de accu zelf. Ten tweede, als ze in een ruimte staan waar mogelijkerwijs, bijvoorbeeld slapen, of dat ze in een hut staan waar ook die afgesloten kan worden, zorg altijd voor voldoende ventilatie. Dank voor je toelichting en informatie. Samen met Varen Doe Je Samen en GGD Friesland is de brochure Elektra aan boord vernieuwd. En is er een aparte infographic gemaakt over het onderwerp H2S. Mogen wij even bij u aan boord kijken? Nou, voor deze keer dan. Ja, hè? Ik ben Gerrit Sansa. Leuk. Aangenaam. Van de Lintje. Ja, dankjewel. Fijn dat we aan boord mogen komen. Ja. Ik ben Steven. Tini. Wat leuk dat we aan boord mogen. Ja. Nou, wat een prachtig schip, zeg. Och. Ja, dit is om je vingers bij af te likken, hoor. Hier ben ik heel blij mee. Nou, dat geloof ik best. De eerste boot is zelf gebouwd. Oké. En de tweede boot heb ik als casco gekocht. Ja. Dus ik bedoel, en zelf voor zeg maar 60% ingetimmerd. En hoe lang heb je met die eerste twee boten dan gevaren? Ik denk met de eerste 4 jaar. Was dat ook samen al? Ja, samen. Ja. Oké. Okay. Ja. Was hij wel vaak weg dan, denk ik, toen die boot gebouwd moest worden, of niet? Jawel, maar ik ging ook mee. Ja, mooi. En daarna ben je continu samen, dus het is ook een hartstikke goede balans, toch?
Wij zijn altijd samen. We hebben, nog een eigen bedrijf, maar we hebben een eigen bedrijf gehad. En ik zat aan de ene kant van het bureau en mijn vrouw zat aan de andere kant van het bureau. Jullie vullen elkaar goed aan. Ja, en dat is al 52 jaar zo. Mooi. Dus wat voor bedrijf had u? Grondweg en waterbouw. 15 jaar geleden zijn we begonnen. En het bedrijf bestaat nog steeds? Ja, het is nu van onze zoons. Ja, prachtig joh. Hoe heet het bedrijf? Hoe heet het? Aannemings- en verhuurbedrijf Zandstra BV. Oh, dat zie ik wel zo. Kan ik dat op vrachtwagen zien? Ja, dat zie je geregeld. Op de Rijn Wit. Ja, zie. Mooi van. Ja, ik kom ze zelf ook wel eens tegen. Ja, dat is. En dan denk ik, wat doen ze hier? Ja, dan ga je meteen bellen. Ja. Die tijd is voorbij, denk ik. Ja, die tijd is voorbij. Ja. En met alle kennis die je hebt, wat heb je dan nog specifiek aan dit schip veranderd? Want ik neem aan dat je dan een hoop dingen ook zelf gedaan hebt hier. Of? Een andere motor erin gezet. Oh ja? Want standaard zit daar 110 pk in. Ja, wat zit er standaard in? Een Vetus Deutsch of zo? Nee, een Volvo. Oké. En ik bedoel, als je in onze branche telt de pk's, ja. 110 pk voor een boot van 18 ton, het is voldoende. Ja, maar is het ook lekker? Is het ja, ook... het is ook wel lekker. Het voordeel van, ik heb nu 190 pk erin, het voordeel van een erg zware motor, als ik onverhoest moet stoppen, ja, dat is het. Dan stop ik echt wel. Ja, hey, in jullie vaargebied? Wij houden van zwemmen, heel erg van zwemmen. Ja, lekker. Wij liggen hier eigenlijk omdat het een heel leuk plaatsje is. Ja. Je kan hier heerlijk fietsen. En wij zwemmen hier achter de boot elke morgen. Heel goed. Tussen 8:30, 9:15. Heel goed. En dan mag het nu regent, of dat het koud is, of dat het waait, dat maakt ons niet uit. En is dat een beetje in de winter ook, zwemmen? Nee, ho. Ik begon aan Wim Hof te denken al, maar... In de winter moet je met open haard zitten. Juist. Ja, of liggen. Ja, of liggen. Nee, eind september dan gaat hij weer naar binnen. Ja, dan zet je hem in een loods. Ja. Dus jullie liggen heel veel hier, maar komen jullie ook nog in andere... Gaan jullie ook nog eens echt Waddeneiland of zo, of buiten? Nee, gingen we vroeger wel, maar dat... Geen zin meer in. Daar heb ik eigenlijk geen zin in. En ik bedoel, zoals nu we gaan dus... morgen gaan we naar Almerehaven, dan gaan we maandag naar huis. Ja. Dus ik bedoel, en dan blijven we een weekje thuis. En dan gaan we dus hoogwaarschijnlijk de richting van Leiden, Katwijk en zo. Even lekker binnen door die kant op. En dan in september doen we altijd een rondje Friesland. Nou ja, dat je ziet het... Net al even een gesprek met de eigenaar gehad en die heeft zelf schepen gebouwd, afgetimmerd en is heel erg technisch onderlegd. Nou ja, goed, dan kom je vaak, dat zie je ook wel terug in het schip zelf natuurlijk. Hè. Het is keurig netjes, het is droog, het houtwerk ziet er hartstikke mooi uit, keurig nette plafonds zitten erin, geen drupjes, geen watersporen. Dat had ik ook niet verwacht na wat we net van de eigenaar allemaal hebben gehoord. Ik denk dat we niet het hele bed moeten gaan slopen. Hè? Dat gaat wel even iets te ver. Maar we kunnen wel eventjes hier onder de vloer gaan kijken hoe de romp eruit ziet. Aan de binnenzijde. En ik verwacht dat die keurig netjes in de coating staat. Nou ja, dat is dus ook zo. Kijk, dat ziet er allemaal hartstikke netjes uit. Je ziet hier de batterij voor de boegschroef en de ankerlier of de boegschroef? Nee, de boegschroef. Boegschroef, hè? Ja. En nou, daar zou ik één kleine opmerking over kunnen maken, Gerrit, en dat is dat de accupolen niet afgedekt zijn. Het enige wat ik me afvraag is waarom er hier een pluskabel in het zwart is uitgevoerd. En er zit een pluskabel op de pluspool, maar die is zwart. En minkabels zijn zwart. Ja, dat wel even zou een aandachtspuntje zijn wat ik even zou noteren. Voor jou maakt het niks uit, Gerrit, want jij weet precies hoe het zit. Jij trekt het luikje open, ik heb het al 2 jaar niet open gehad. Nee, maar goed, een nieuwe eigenaar die geen verstand van elektra heeft, die zou wel deze kabel kunnen verwarren met de minpool als hij de batterij een keer afgehaald heeft. En dan zou hij de zwarte kabel, wat een pluskabel is, dus op de min kunnen zetten. Of deze twee zouden elkaar kunnen raken, dan zou je een kortsluiting kunnen krijgen. Dus hier moet eigenlijk een rode kabel op. Nou, even de trap hier naar de slaapkamer opgetild. En ook hier komen we eigenlijk tegen wat we verwachten. Dus een nette ruimte met de watertanks die hier zitten. Even kijken, je hebt hier drinkwater, Gerrit? Ja. En nog meer of niet? Dus allemaal drinkwater? Allemaal drinkwater. Ja, dus een keurige situatie met betrekking tot de drinkwatertanks. Het is hier mooi droog. Je ruikt hier ook geen vocht. Alles is netjes vastgezet met spanbanden.
zitten de juiste slangen op. Hè? Dus dat zijn slangen met een spiraal erin. Dat is belangrijk om in het watersysteem te verwerken, zodat de slang niet dubbel kan knakken. En het is mooi schoon ook. Dus nee, het ziet er keurig uit. Ja. Nou, we hebben hier even een vloerluik opengetrokken. Nou, dit wordt gebruikt ook om de drankjes koud te houden. Hartstikke goed. En nou ja, wat je hier ook ziet is dat het er keurig netjes uitziet. Het staat keurig netjes in de coating. Afsluiters zien er hartstikke gezond en fris uit. Leidingen zijn mooi droog. De cola staat lekker koud. En natuurlijk de Hertog Jannetjes niet te vergeten. Belangrijk. Nee, keurig netjes. Kijk, en dit is altijd fijn, hè? Als de originele glaasjes nog aan boord zijn. Dan weet je dat je op een boot bent waarvoor gezorgd. Ja, ja. Dat is, oh, kijk eens. Die zijn nog belangrijker. Ja, maar ze zijn te klein. Ja, veel te klein. Dan even je een briefje naar Linse schrijven. Ja. Dat is een wezenlijk gebrek. Ja. Zal ik dat in het keuringsrapport toch maar een rapport maken dan? Zullen we eens hieronder kijken? Ja. Nee, iets naar voren. Want Linse, dan komt je hele luik omhoog. En dan draait hij. Dat wil ik niet. Nee. Zo. Dus weet je, want als ik hier bij onder zou willen doen. Ja. Wacht eventjes. Je hebt geen licht nodig, hoor. Ja, mooi. Je kan rustig hem net lopen. Nee, en wat voor brandstof denk jij? Dieselolie. Ja, heel goed. Maar diesel super, hè? Ja, nee, ja, 100. De dure diesel. Ja, dat is dat moet je echt doen. Je hebt tegenwoordig ook mensen die een oude motor erin hebben. Met GTL gaan lopen klooien. HVO. Ja. Dus dat is synthetische brandstof. En als je daar, dat tank, dan rookt je motor niet meer. Nee. Zo oud kan de motor niet wezen. Maar dat is wel aanmerkelijk duurder. Maar dat is met zo'n Volvo is dat helemaal niet nodig. Nee, plus dat het verschraalt ook. Het is vloeibaar gas, hè. Hey, maar dat ziet er hartstikke mooi uit en dit is een zeer betrouwbare motor. Goede aquadrijf ertussen ook. Ja. Om je stuwdruk een beetje op te vangen. Nou, dat zit allemaal. Je kijkt ook hoe dik dat allemaal gelast is, joh. En dat materiaal wat gebruikt is. We kunnen nog uren rondkijken hier, maar ik denk dat we niks gaan vinden. En het is een fantastisch schip, prachtig. En we zijn heel gastvrij onthaald door jullie. Dus het was hartstikke leuk om te horen en te mogen kijken op een Linse die eigenlijk beschreven mag worden als een one-off. Omdat er toch best wel veel aan veranderd is naar jullie eigen smaak. En dat is op een hele stijlvolle, smaakvolle manier gebeurd. Dus het was erg leuk om hier aan boord te mogen kijken. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja. Gaan we deze dicht doen? Wacht even. Oh, ja, het licht moet uit.